En ik begin met de heer Verhoogd van GroenLinks voor met vragen over ontwikkeling in Beuzenbos. Meneer Verhoogd, gaat de gang. Dank u wel, voorzitter. Zoals we allemaal gezien hebben, heeft op maandag 23 januari ik heb mij voor u meegenomen als u hem gemist heeft. Twee pagina's een artikel gestaan over het Beuzenbos. De wethouder praat liever over de comma 7, maar goed, weet je, heel veel mensen kennen het natuurlijk gewoon als het Beuzenbos, zo staat het ook in de krant. Prachtig dat dat zoveel publiciteit krijgt, landelijk gezien. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat is ook heel erg fijn voor de mensen die zo hard knokken voor dat bos. Maar er zijn ons wel wat dingen die ons die opvallen. En ik heb ook een concrete vraag naar aanleiding van dit artikel aan de wethouder. In het stukje van de wethouder wordt kort gesproken over dat er al 10 à 15 jaar over dat ontwikkeling in de comma 7 wordt gesproken. Dat verbaast ons een beetje, want dat staat niet in verkiezingsprogramma's. En er is wel iets over gesproken, maar nou 10 en 15 jaar, dat geloof ik gewoon niet helemaal. Er wordt ook nog gesproken over dat er iets van voorlopig nog groen blijft. Er gaat 2,5 hectare wordt gebouwd en er blijft er 7,5 hectare nog groen. Voorlopig groen. Nou, je kunt je afvragen wat het woordje voorlopig dan betekent. Maar de vraag, voorzitter, waar ik nu naartoe wil, en dat is eigenlijk het grote punt wat in dat stukje van de wethouder staat. Hij heeft het over werkgelegenheid. Een heel belangrijk argument wat continu naar voren werd geschoven als zijnde het argument om daar een hotel te bouwen. De wethouder praat in het artikel over 180 mensen die in het hotel gaan werken. 180 mensen. En hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van de eerdere getallen die de wethouder heeft genoemd? Want heeft u gesproken over 150 FTE. Dus we vragen ons af of dat nou in verhouding staat met elkaar. Misschien kan de wethouder dat toelichten. En wat ons verbaast, en misschien kan de wethouder dat ook nog even aangeven. Als nou die werkgelegenheid zo belangrijk is en er gaan 180 mensen werken in dat hotel, waarom staat er dan helemaal niets over werkgelegenheid in de intentieovereenkomst die afgesloten is met Van der Valk? Dank u wel. Ik geef wethouder Rotgans de gelegenheid om te reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik dank de heer Verhoogd voor deze gelegenheid om een aantal zaken nader toe te lichten. Maar geen angst, voorzitter. Ik zal mij beperken tot de vragen die de heer Verhoogd stelt. Ik heb natuurlijk nog veel meer daarover te vertellen. Maar daar is vanavond niet de gelegenheid voor. De heer Verhoogd vraagt over hoe verhoudt zich nu de 150, het getal van 150 tot 180. Wel, dat is redelijk simpel. Het zijn overigens geen exacte getallen, maar benaderingen. 150 FTE, de heer Verhoogd noemt het zelf al, voorzitter. FTE staat voor fulltime equivalent. Met andere woorden, dat betekent dat het voltijd banen zijn. En het getal van 180 mensen, zoals ik dat heb gezegd, dat zijn 180 mensen. En u zult begrijpen, voorzitter, dat niet ieder mens dat in het hotel werkt, voltijds werkt. Maar sommige mensen, velen wellicht, werken in deeltijd. De andere vraag, waar ging die ook alweer over, heer Verhoogd? Als ik ze vrij mag zijn, voorzitter. Was dat ook alweer? Meneer Verhoogd, kunt u dat nog herhalen? Niet zozeer, ik heb nog wat twee opmerkingen zijdelings gemaakt. Staat er geen vraag aan vast, maar ik heb wel een aanvullende vraag, als het mag. Nou, u had twee vragen. De laatste is mij niet meer, staat me niet meer voor de geest. Over het feit dat, Die intentieverklaring. Dat er niks over werkgelegenheid in de intentieverklaring staat. Ja, dat was ook een vraag. Nou ja, dat is heel simpel, voorzitter, omdat dat er niet toe doet. De intentieverklaring gaat erover dat Van der Valk en de gemeente overeenkomen om daar tot een hotelontwikkeling te komen. Zo simpel is dat. U heeft nog een aanvullende vraag, meneer Verhoogd. Als het mag, voorzitter, dank u wel. Er wordt ook gesproken in het artikel over werkgelegenheid voor de regio. Kunt u dat misschien wat toelichten? Want in eerdere stukken heeft u volgens mij ook steeds gezegd dat het ging om banen vanuit Purmerend. En nu in dat artikel wordt over regio gesproken. Dus kunt u dat nog even aangeven? Meneer Rotgans. Dank u wel, voorzitter. Kijk, zo'n hotel ligt natuurlijk niet alleen in Purmerend, maar ligt bijvoorbeeld vlakbij Wormerland. En onze regio is groter, dat ligt ook vlakbij de Beemster. We moeten natuurlijk niet de illusie hebben dat iedere schoonmaker of iedere horecapersoneelslid wat in dat hotel werkt uit Purmerend vandaan komt. Natuurlijk komen er ook mensen uit Wormerland. Natuurlijk komen er ook mensen uit de Beemster. En dat is juist heel erg goed, in mijn ogen in ieder geval. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. Dan hebben we deze voorzitter, vraag. Mag ik ook een aanvullende vraag? Dat mag u, meneer Heijder. Gaat u gang. Nou ja, ik hoor de wethouder heel enthousiast melden dat hij nog veel meer erover kan vertellen.
Ik vraag me af, waarom is dat niet in de afgelopen commissievergadering gedaan? Of viel er toen nog niet zoveel te vertellen? Dat zou maar een beetje sterk lijken. Of zegt de wethouder, nou, wat ik allemaal hier kan over vertellen, dat is nog veel meer wat je zo even hebt gehoord. Dat komt in de volgende commissievergadering, 9 februari geloof ik. Nou, dat lijkt me mooi. Is dat zo? Nou, voorzitter, het is zo dat in dit dossier valt heel veel te vertellen, ook van de zijde van het college. Dat gaan we ook doen. En dat gaan we doen door middel van, een stukje wat onder andere op de website van de gemeente komt. Overigens allemaal bij u bekende gegevens, hoor. Maar er is heel veel over te doen in de sociale media, et cetera. Dus ik heb gezegd, nou, het wordt eens tijd, wethouder Rotgans, dat u ook eens aan de inwoners van deze gemeente gaat vertellen welke feitelijkheden er zijn. Dat gaan we in de komende tijd doen. Dat kunt u van mij verwachten, maar dat is niet iets waarmee ik in de commissie kom. Het zijn helemaal geen nieuwe dingen. Nou, stelt u me toch een beetje teleur. Goed, dank u wel, wethouder. Dan ga ik door met de volgende vragen.